is een soort kosmisch principe bij God. Recht en rechtspraak, de waarheid boven water doen komen over wat er gebeurd is, en daarmee ook een oordeel formuleren over wie op welke wijze ergens bij betrokken waren, is om die reden een fundamentele norm. U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de Heer uw God u zal geven in bezit nemen. Deuteronomium 16. Eerlijkheid en rechtschapenheid. En lieve vrienden, juist op dit vlak is er heel veel mis in Suriname. De scherpe economische neergang is het gevolg van een steeds snellere, escalerende corruptie in vele delen van onze samenleving. En echt niet alleen bij de regering. Eerlijkheid staat hoog in het vaandel van de godsdiensten van alle Surinamers, maar steeds vaker is de werkelijke realiteit er een van oneerlijkheid. Van oneerlijk geld, privileges, vergunningen en gronden vergaren. Oneerlijkheid in bestuur, onoprechtheid in het beïnvloeden van de koers ten gunste van eigen financieel gewin, onverantwoordelijk omgaan met ons milieu, economische intriges en andere vormen van oneerlijkheid zijn de afgelopen jaren in ons land steeds grotere vormen gaan aannemen, hebben steeds meer personen meegesleept in een morele normvervaging. En het is mijn diepste overtuiging dat dit de eigenlijke grond is van de economische malaise die op dit moment voor zoveel verpaupering en armoede zorgt in Suriname. Maar er is ook nog een derde oerprincipe in God. En dat is barmhartigheid. Er zit een wezenlijke spanning tussen die oerprincipes van recht en barmhartigheid. Er is een wezenlijke spanning tussen aan de ene kant recht doen geschieden, waarheid openbaar doen weer klinken en een rechtvaardige straf opleggen overeenkomstig het veroorzaakte onrecht of de begane oneerlijkheid, en toch aan de andere kant die barmhartigheid. Dat verlangen van Gods liefde om toch te willen komen tot verzoening. Recht, eerlijkheid en barmhartigheid. Een samenleving waar dat deel van recht en gerechtigheid niet bespreekbaar mag zijn, of waar er een vergeving wordt gezocht zonder dat de waarheid gesproken mag worden over wat er gebeurd is aan onrecht of lijden, of als mensen gaan snauwen of geïrriteerd raken
zodra er gesproken wordt over de rechtsstaat of de onafhankelijke rechterlijke macht, dat alles zal geen toekomst hebben omdat God daar geen deel van kan zijn, omdat God een God is van recht. Maar er zijn nog diepere redenen. Het zou geen recht doen aan de realiteit van personen die uit het leven ten onder gingen in geweld en vijandigheid. Die van 8 december 1982, maar ook die vele andere momenten, maar ook die van vele andere momenten van geweldpleging in die periode. Het zou geen recht doen aan het stille lijden van vele Surinamers die slachtoffers werden van geweld in de stad, in de districten en in de dorpen van ons binnenland. Maar het zou ook geen recht doen aan het stille lijden van Surinamers die zonen, broers of vaders in het leger hadden en die door het geweld innerlijk zijn verminkt of die nooit meer levend thuis kwamen. Het zou ook geen recht doen aan de vertwijfeling van vele militairen en vele leden van commando's en andere gewapende groepen uit de periode. Of hetgeen zij moesten doen of uit zichzelf deden, uiteindelijk wel echt rechtvaardigen is in Gods ogen. Maar ook dit, het is geen goed antwoord op het geestelijk, spiritueel lot van alle slachtoffers en alle daders. Want het kwaad dat de mens zaait, is niet zomaar weg, omdat je er niet meer over praat of het doodzwijgt. Het blijft een spirituele realiteit die we onder ogen moeten durven zien. Want het kan alleen tot een goed einde komen langs de weg van verzoening en bekering. God zij met ons Suriname. Hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden wij gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waardij.